Harkema's boys vjocht het voor de laatste kans. Domper maakt geen zorgen voor Marit Bouwmeester. En de ronde van Zuid-Friesland, de oudste klassieker van uw provincie. Dit is de sport van Mandy 21 mei. In deze uitsturing rom om te denken voor de prestaties van zielster Marit Bouwmeester. Maar we winnen nog bij het NK Skielerien in Houlerwijk. En we beginnen met voetbal. Op het hagel naar je kunstgas van HZVV in Hogeveen wie het voor Harkema's boys sneunder op als de ronde. In een beslissingsduel zijn SVZW uit Wierden binnen de Harkieten bij verlies degraderen uit de topklasse. Bij Weenst leidt SVZW eruit en volgt voor Harkema's boys nog een treiëntal wedstrijden voor liefst behoud in de hoogste klasse van het amateurvoetbal. Een nieuwe setje van de competitie werd Harkema's boys vanzelfs net op zitten wachten. Maar wichtig is het wol van de ploeg van Bert Hollander, want wie verlies is het einde oefening topklasse. Maar vanzelfs wollen ze haar net de cheese van de ballen eten litten. En SVZW zit in hetzelfde scootje. En het is Harkema's boys via Romano Denneboom wat hier in de eerste minuut voor het sok zet. En Denneboom krijgt de bal bij Roel van der Meulen. Die kan verlengen op Arjen Bergsma, dan Bakuna de redding, de hele redding en de goal van Pannekoek. Het is Marcel Pannekoek die het al na 44 tellen de eerste treffer op het boord zet. En dus is daar de droomstart voor Harkema's boys. En is het SVZW wat achter de feiten oormat. Een heel mooi scenario dus voor de Harkieten. En dat scenario zal nog mooier worden. De uitraap, de hele uitraap van Mark Doornbos. Maar helemaal briek. En daar is Roel van der Meulen. En die maken het fantastisch. Oh, Roel van der Meulen. Het hele seizoen had er nog net één keer gescoord. En nu maken er een hele wichtige treffer. Eén keer aannemen. En precies goed met de lop. Over alles en iedereen heen en onder de latten terug. En dan binnen 14 minuten is het 2-0. Wat een weelde van de ploeg van Bert Hollander. En dan liep het heel goed. En het tikje gaat bij vlagen ik prachtig. De hakjes, de tussendoortjes en Pannekoek rond het deze keer net al. Maar hij hier het samar 3-0 waar ze kent. Hans Kraaij junior is assistenttrainer van SVZW. En die zocht dat zijn ploeg de nederige moeite had. Maar daar een grote mogelijkheid voor Nick Wenning. En een hele knappe redding daar voor Jacob de Vries. En dan zitten we in de tweede helft. De Vries met de voesten. De uithaal, werd de Vries en dan van heel dichtbij. Een nette missen kans van Davy Perik. Het is haast ongelooflijk dat er die bal njonkende goal wie te prutsen. Maar wat een wichtige misser, want daar hien de gasten uit Wierden dus helemaal waar in de wedstrijd zitten kent. En dan werd Jacob de Vries. Hij keepte een van zijn sterkste wedstrijden. Hij troef hier Mirko Swiers aan. En dan begint natuurlijk het wetter om de lippen te steken. Bij de ploeg van SVZW. En de kansjes die ze uiteindelijk nog creëren, worden lauwer en lauwer. En dan zit de wedstrijd van de boys in de knip. Maar goed, ze moeten natuurlijk de wedstrijd wel even creëren uitspelen. Hakje Roel van der Meul, Van Bunderen, Bakuna tussen twee man. Bakuna met een prachtig schot op een latte. En zou hier de staan nog mooier worden kent. De laatste minuten binnen in het voordeel werd van Harkema's boys. En dan is al lang duidelijk dat ze verder binnen. René van der Wij mist nog een hele grote mogelijkheid. Maar de score is net meer belangrijk in deze fase. 2-0 is meer als genoeg. Harkema's boys redt het op. Deze beslissingswedstrijd wordt won. En dus blijven ze in de race voor de topklasse. Ja, streekrugde degradatie is dus ontroen. De boys lip je nog, maar ze binden nog lang net. Want de streets en SVZW wie in finale. Maar Weenst is geen prijs. En vanzelfs is de Blitzkip de overwinning. Maar tegelijk het besef dat het nog niet oplevert. Er moeten nog drie duels oelippen worden. Op 9 juni is wis of het Harkema's boys ek takom seizoen topklasse is. Achteraf gezien is dit de mooiste oefenwedstrijd die we konden hebben voor de na-competitie. Want een mooie oefenwedstrijd dan dit krijg je niet. Je hebt hier een heel sterk eerste kwartier, hè? Ja, ik vond ook dat we heel goed begonnen. We voetbalden ook goed. We hadden ook bewust gekozen voor een heel aanvallend middenveld met René Oebelen en Roeltje. Nou, en dat betaalde zich ook uit.
Ik zeg dat het verkeerd is. Ik dacht, ik neem morgen wat er gebeurt. Ik zit op goal. Dan maar 4 uur. Je moet wat proberen. En, ik had het hele seizoen erop wachten op een goaltje. Dus ik ben blij dat het nou valt. Maar weer een mooi goal. Ja, ja. Stikje geluk de eerste keer. Want in de rebound scheerde er hem naast. Ja, dat wie gewoon een hele grote kans. En op dat moment heb je geluk. Als hun topscorer, een van hun betere mensen, dan een bal voor lege goal naschiet. Ja, dan kan het eigenlijk niet meer mis. Hè? Ja, het is wel een beetje een heel dubbel gevoel, zeg maar. Hè. Ja, zo'n wedstrijd, de hersenen hier net echt het gevoel van, nou ben we er. Hè, er staan nog twee hele zware wedstrijden te wachten. En ja, als we die winnen de afsluiten kennen, dan zou het gevoel zou wel heel goed zijn. Toen kreeg je nog een hele zware wedstrijd. De speelt in ploegen die het hele seizoen lekker voetballen gaan. Een pro de won gaan. En ja, we hier dit seizoen net zo volle won, maar wie ben ik toch dat we wel klaar voor binnen. Nou, we gaan er even door, wat? Was het een kort, jongen? Jordi, deurlijk, hè? Ja, dit is het begin. Nou op naar de volgende stap. En dat is de 29e. En dan zullen we het zien. Dan komt een van de volgende. En dat is uit en thuis. En dan hopen we dat we daar weer doorheen komen. En zo moeten we het ook zien. En dan hebben we de finale op 9 juni. Zij is het. Welke tegenstander het wordt is nog net bekend. Het kennen ASWH, Kozakken Boys of RVV Haveren. Give it a seal. Marit Bouwmeester is haar vrouwtitel kwiet. In de laserradiaalklasse eindigde de Sielster juster als 5e. Een teleurstellend resultaat, want als er één mens in haar verlies kan, dan is dat Bouwmeester. De omstandigheden wien net in haar voordeel. En de blik is richtte op de Olympische Spelen. Maar de teleurstelling wie er net minder om. Een reportage van cameraman Dirk Klaver en verslagjouwer Roelof de Vries. Zo stil en rustig als het is op de Vesterwol in het VAR 60-plus toeristen populaire Boltenhagen. Zo rustig is het ek op het wetter dit weekend. Op sneeuw worden de wedstrijden daar toch een paar uur uitgesteld. Maar dan mooi Marit. Ze luidt op dat stuit 5e en is begonnen aan een inhaalrace. Na sneeuw bloot ze 5e, maar het gaat met haar concurrenten is haast de held te liet ze worden. En dus lizen er weer kansen voor een medaille of misschien wel meer. Als alles mooi zit, ik zoek nog winnen kunnen, maar zo altijd lastig. Ik moet echt een super dag hebben dan morgen. Ze zei altijd, when I go and get tough, get going, toch? Dus we zien jij wie het morgen het sterkst is. Knallen. Ja, zeker. Snijn binnen er nog 2 races en dus had Marit één doel mooi krijgen van haar coach Mark Littlejohn. Onvallen, attack. En dat doggen ze. Bij de eerste boei lijkt Marit nog zonde. Maar Jill Weiss, de eerste race, pakt ze fraai een van haar concurrenten, de Litouwse Scheid. En luidt ze in 1/4. En dan zorgen we ook nog eens dat de nummer 4, de Finse Mutala, een disqualificatie kregen had. Dat de nummer 1, de Chinese Xu, 4 achterin luidt. Dat de Engelse Young net 4e komt als het minfield. Dit shot er geweldig uit van Marit. Een podiumplak zit ze nou in elk geval wel op. En er zit misschien nog wel meer in. Maar als ze de Nijwebber omkomt, zorgen we dat ze 4 fotzak is. Ze krijgt ik nog eens een keer een giele vlaggen, maar het toch 2 rondjes zielen. Maar slimmer nog, ze mist de snelheid. En wordt toch een soort oren inhellen en eindigt uiteindelijk in deze race als 18e. Het goud is dan eens al net meer helder. A little bit happy about this race, or? Very unfortunate, she was lying 5th overall. Yeah. And 5th in that race. And everybody, your main competitors behind her, and she got it wrong on the second upwind, and now we're battling for the same thing again. Yeah. So, gold cannot be had. No. Definitely, yeah. So I have to go back to work now. So yeah. We're fighting for silver or bronze. Okay. Good luck. Cheers. De laatste race en de start is net geweldig. Ze komt terug als 20e en maar beginnen met een inhaalrace. Die komt er wel. Maar Marit shot dat al haar concurrenten ek voor in meisielen. En dus had ze er eens neer doen. Marit eindigt als 10e. En dat is net genoeg. Gedesillusioneerd, zwier teleursteld en frustreerd. Want Marit waarom naar de Vesterwol?
De Litouwse Gintare Scheidt is de nieuwe wereldkampioen. En Marit is haar wereldtitel kwijt. Ja, best wel teleurstellend. Zeker de eerste race. Ja. Die wien je best wel raar en ik zit er gewoon bij. Het is zo stom om zo vol plakken voor Tian. Maar ja, shit happens. She's a very competitive sailor. Very competitive person. And who wouldn't be disappointed, you know? You are also? Yeah, of course. Disappointed. But then, you know, we play a game where there are winners and losers. And I hate being a loser. Mm. So I'm disappointed. De vrouwtitel is vanzelfs belangrijk. Maar alles gaat eens om dat ene heilige doel. De Olympische Spelen en aan het left goud. De concurrentie is groot in de laser-radiaalklasse. Maar haar concurrenten hebben vooral respect van Marit. She always looks very concentrated and I think she's a top girl to beat. This past 3-4 years she's made a huge leap to the top of the world and I'd say she's quite aggressive in her style and her style suits very well the laser radial class. Is she maybe one of your biggest rivals or maybe she is the biggest rival? Yeah, she's definitely one of the biggest rivals and I think there are other girls who are also very good and very stable in no matter what the conditions are, but she's definitely one of the hardest ones to beat. I think Merit for sure is one of the favorites. She did already a few times she won there, so. Yeah. But you're the world champion now. I am. So you will be one of the big favorites now. Too hard to believe, but. Marit is haar wereldtitel kwijt. En de concurrenten liek je misschien wel een beetje beter te winnen. Maar daar maakt het Marit haar geen zorgen over. Alles is gesteld op het in je gedoe. En wat dat betreft, omdat ik eerst is maar helemaal uit het niks in de bingong. Maar 2 dagen van tevoren, geen voorbereiding, had dat echt mijn sterktes en mijn zwaktes heel erg laten zien. Dus wat dat betreft is het echt een heel goede training geweest. En het is nooit om de zwaktes heel goed om te werken. En zorg je dat ik gewoon de allerbeste ben in deze simmen. Het zin in? Ja, zeker weten. Het is echt zat lust. Ja. Het is echt zo irritant als je net zou zielen als je wollen zielen. Maar ja, het is wel een goede motivatie om tot het heen. En, het gebeurt echt net weer. Het is de min hoor, hè, verliezen. Ja, nee, verliezen is echt alles slechts. Het is echt, nee, er is niks aan. Succes hier, man. Dankjewel. Bouwmeester reiziger deze week al naar Weymouth en bleef daar dan ondanks juli als de Olympische Spelen nu aanzetten. En het volslaande interview met Marit staat op uw website omroepfriesland.nl. Het fietsen dan. De Ronde van Zuid-Friesland is de opvolger van de Ronde van Friesland, die in 1958 voor het eerst organiseerde waar. En daarmee is deze ronde de oudste klassieker van Friesland. Het peloton docht in deze ronde alle 13 dwarpen om van de gemeente Eerstellingwerf. Verlien hier is die Jan Bos van Nijwanne op het ereschavot. Vraag is of er een Fries is die diepere stage uittreffen kan. De ronde van Zuid-Friesland, 180 kilometer, met start en finish in Appelskeer. 160 man aan de start, met vier Friese ploegen. En hier riet er naar voren taal, met nummer 134, links in beeld, Andries Wening, de jongere broer van Pieter Wening, die deze dagen de ronde van Californië riet. En al in de stritten van Appelskeer formeert hem een kopgroep. Een kopgroep van Olverman, met daarbij drie Friesen, Ruben Hoekstra, Van Gaast, Binnen Pier de Haan van Oordegeer en Jan Essers, hier in beeld met 147 van de Friese Leeuw. En Koga had de slag mist. Zij hebben geen renners in de kopgroep en matten dan in de achtervolging. En dat gebeurt in deze groep met nog een man en daarin vier man van Koga. Zij gaan in de achtervolging onder de man van Koga, ek de baanhutfietser, mijn nummer 48, Peter Schep van Amersfoort. Krijgt voorbij Donkerbroek, witte zij dan de aansluiting te vinden met de koprinners. En dan passeren wij de Tjonger, rieden we terug Makkingeer en is er nog altijd die kopgroep met Binnen Pier de Haan, Ruben Hoekstra, Van Gaast, Jir Inedreert en ek Jan Essers van de Friese Leeuw. Dan een liedstikje over de kasseien, Parijs-Roubaix in Friesland. En de kopgroep hoort heel tijd een vastsprong van zo'n 40 seconden. En op het moment dat die vastsprong even weer omrint, zorgt de Koga-formatie wel weer voor een versnelling, zodat die vastsprong intact bloot. Want Koga is nu met 5 man sterk vertegenwoordigd in de kopgroep en ek de Metec-ploeg had 5 man in die kopgroep. Op papier de 2 sterkste ploegen in deze koers. En dan ben er weer 6 renners die de sprong maken naar de kopgroep. Maar daarbij op een ei 2 Friesen, Sirik Jan de Haan van Dokkum en heel knap ek Harry Swering van de Friese Leeuw.
Vlien hier wie Jan Bos van Nijwanne, die als tweede eindige kinder nou op een Nij en Fries op het podium komen. Het antwoord is nee. Want de Friezen hebben geen antwoord op de demarrage van Peter Schep van Koga en Jeffrey Wiersma van de Metec-formatie. Deze beide heren pakken in de finale een voorsprong van een dikke minuut. En dat jouwen ze richting de Bosberg in Appelskeer net meer fort. De Bosberg, het heegste punt van Friesland. En in een sprint adeu is het Peter Schep die de onval kiest. Wiersma moet passen. En dan is het Peter Schep. Hij wint hier de ronde van Zuid-Eerst Friesland. Ik heb een leuk rake versnelling gestoken in de hoop dat ik het vol kan houden. En ja, ik ben gewoon blijven staan tot de meet. Het zal uiteindelijk niet zo hard mee gegaan zijn, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft na zo'n rit. Ruben Hoekstra van Otto Ebbens is mij een tofde plak de beste Friers. Hij had van de eerste kilometer al in de kopgroep zitten. En dat feit alleen al zorgt het bij hem voor een grutte glimlach op het gezicht. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik zit er ook net heel veel op dien, hè, want ik ben clubrenner en kijk hier van mijn ploeg mee. En er zijn twee grote ploegen die hier naast de hele selectie mooi vervoeren. Dus, Koga verzeld je heel sterk voor het gewier. Ja, precies. Die man die jongen had ze gehut. En dan moest hij eigenlijk zelf inhouden en sparen voor de finale. Winnaar van de ronde van Zuid-Eerst Friesland, Peter Schep uit Amersfoort. Half week wie drie dagen lang het decor voor het NK Skilerin. Alle toppers dienen mooi om startbewijzen voor het EK in Hongarije te bemachtigen. Maar twee podiumplakken over het hele toernooi zit zo'n ticket in de boezem. Tongens die vreed en sneun waren het NK Skilerin verrieden. Sneun winnen de finales van de 400 meter en de 3 kilometer aflossing. Bij de junioren op de 400 meter is Lars Geenstra uit der Itzen de favoriet. Hij riet je voorop. In de finale mooi Luc ter Haar en Willem Dillen en Gerco van Beek. Twaan heel rondzien met een makje wijzen. Lars denkt dat hij al woen had en vergeet zijn voet naar voren te drukken. En zo wordt Luc ter Haar nationaal kampioen. Wat een flater van Lars. Ja, dat was niet echt verstandig op het einde. Ik vergat mijn been uit te steken. Dat is normaal ga je mijn wapen, maar vandaag even niet. Ja, en over de lengte van die voeten, jongen, die ben ik langer nog. Ja, dat ben best de boten. Maar ja, moet je wel gebruiken, hè, op het eind. Echt dom. Ja, kunnen we blijven benadrukken, maar ja, je hebt wel gelijk. Drie ploegenoten van het team Sprog in de finale van de 400 meter. Elmer de Vries, Manon Kammerga en Bianca Rozenboom. Jonken Elmer en Manon is Marita Hut, zuske van marathonreedrijder Willem Hut, de tweede Friesin in dit veld. Maar het is Bianca Rozenboom uit Kampen die de leiding had. En het ligt er een beetje op dat Manon en Elmer dat wel goed vinden. Bianca had nog geen titel hellen. Elma pakte de nationale titel al op de 1000 meter en brons op de 300. En dan ook nog zilver op de afvalkoers. Manon Kammerga hield goud op de 300 meter en op de afvalkoers. Dus wordt je teamgenote Bianca Rozenboom eens geen strierbrei in de Weiland. Tweede wordt dan Manon Kammerga en het brons is voor Elma de Vries. Bianca was de enige van ons die nog geen gouden plak had. Dus we dachten we kunnen proberen om haar te laten winnen. En ze was bij de start goed weg. En toen heeft zij hem kunnen winnen en toen hebben wij nog voor de zilver en brons gestreden. Voor Manon Kammerga en Elmer de Vries is het NK slagen. Doelstelling pleertsen van het EK wie op de eerste dag al binnen. Ja, we hebben gewoon zo'n overmacht. Dat moet er natuurlijk niet te comfortabel worden, want de buitenlandse concurrentie zit ook niet stil. Maar ik denk dat we er wel goed voor staan. Nou, ik denk het ook maar Manon, je bent er wat dan ook je twee kanonnen mee elkaar. Ja, zeker. En, maar dit is ook toch nog wel een beetje ons thuisbaan. En, ja, we voelen ons hier goed en het is mooi om te zien dat het ook zo uitpakt. Komen nog een paar NK's aan, maar beperkt die alleen nog tot dit of tot meer? Volgende week NK weg, moet even kijken hoe dat loopt, want het parcours voldoet eigenlijk niet aan de reglementen. Dus we moeten nog even zien hoe we daarmee omgaan, maar de week daarna is het NK marathon en daar zal ik zeker ook rijden. En dan weer nog de 400 meter van de senioren. In de finale Chris Pijnariens, Sander de Graaf en Mark Horsten, die het hier op zijn thuisbaan riet. En van zelfs Michel Mulder, die het nog wel in Jereveen wennet. En verrassend het zilver pakte op het WK afstand op de 400 meter op Redens. Hij is ons staan verplicht om deze 400 meter op zijn naam te schreeuwen. Mark Horsten pakte al goud op de 1000 meter van Michel Mulder en slaagde er nou in om het zilver te bemachtigen. En dat is een prestatie van formaat. De skileneur en trainer uit Drachten is dwaande mooi een sterk seizoen. Ja, tot nu toe wel. Ik bedoel, internationale races gaan goed. Ik heb trainingskamp gehad in Amerika 3 maanden. Ook nog wat wedstrijden meegepakt.
En dat ging goed. Voorbereiding, alles voor dit NK hier op mijn thuisbaan. Eigen publiek. Het is extra mooi dat je dan een titel kan winnen. De aanlossingstitel van de vrouwen gaat vanzelfs naar Elma de Vries, Manon Kamega en Bianca Rozenboom. Zij verdienen je eerste harm titel op het EK. Kijk, het is een leuk afsluiten. Het ziet er heel leuk uit. En zo, maar het is ook wel een serieuze afstand. Die we wel gewoon echt serieus nemen waar we op trainen en waar we op het EK ook gewoon goed op willen zijn. Begon de dag nog wat sleeuw van Lars Geenstra en Meijer Sneuwe zilver op de 400 meter. In de aanlossing op de 3 kilometer zorgde hij met zijn teamgenoten Luc ter Haar en Wim Dillen voor dags nog een mooie afsluiting van het NK. Zij pakten het goud met grote oermacht. Het team draagt dan ook de toepasselijke namen van Lengteverschil. Met de senioren ging de nationale titel op de aanlossing 3000 meter naar Sjaak Skipper, Sander de Graaf en Mark Horsten. En als laatste, we wollen er net omhinnen, want de Jiddy is altijd bijzonder. En het is Joet, de better die van Us Derk. Us de trots is Joet 2 hier worden en dus sluiten we de uitsturing feestelijk af met lokwensk. En dit weer de sport van deze man, de 21 mei. Toen zie je, dan hebben we weer sport een keer zijn naar allerhande varianten van Alvensterretochten. Van rennen, ontfietsen, ont op het trekken. Ik wens je nou een heel mooie junta. Doeg!